Ik ben Menno, ben 19 jaar, ik woon sinds een half jaar mezelf in Zevenaar, met begeleiding. Ik studeer voor kok, voor het Graafschap College. En ik werk bij een restaurant als kok. Ja, ik heb Asperger. Dat houdt in dat je... perfectionistisch ben. De informatie duurt soms wat langer bij mij om door te dringen en te verwerken. Plannen, dat gaat goed met uitvoeren daarvan. Dat is ietsjes lastiger. Mijn contact onderhouden, dat vind ik zelf ook lastig. Maar er zijn ook wel positieve dingen aan mijn autisme. Dat ik daardoor ook wel wat meer doorzettingsvermogen. Ik print me wat meer vast, aan een beeld. En aan dingen wil je ook minder graag verliezen. Dus dat is, zie ik wel echt als een voordeel. Dat geeft me meer kracht. Ik word heel erg blij van mijn hobby's. Schaken, sporten vind ik heel leuk om te doen. Fietsen vooral. Koken natuurlijk. Dat moet wel. Het begon eigenlijk allemaal bij een middelbare school. Moest ik een stage lopen. Ik koos voor een horeca stage. Dat gaf me gewoon zo'n blij gevoel dat ik... Dat prikkelde mij. Dus toen ben ik de opleiding gestart. Ik heb er nog steeds geen spijt van. Het koken voor de gasten. Eigenlijk een blije gast. Dat iemand gewoon lekker heeft zitten eten, tevreden is. Blij heeft, een hele leuke avond heeft gehad. Dat vind ik dat is mijn allergrootste beloning als kok zijn. In mijn leven, ik denk dat mijn moeder die heeft me echt heel erg goed geholpen. Doordat ze altijd achter me stond en heel erg mij ook gewoon als een gewoon kind behandelde. Een wasbak, dan vullen we hem tot die twee puntjes hier met water. Ja? Vooral de training cognitieve gedragstherapie. Die heeft me anders leren omgaan met situaties waar ik onzeker door werd. Of soms wel boos of verdrietig. Maar door cognitieve gedragstherapie kan ik dat omzetten naar een positiever beeld. Bijvoorbeeld als ik het op mijn werk tijdens... de bestelling is opgenomen... Is dan mijn stressen en dan kan de leidinggevende, de chef, kan dan soms nogal boos en geïrriteerd reageren. Mede door door cognitieve gedragstherapie leer ik dat hij dat niet zo bedoelt. Dat het misschien wel zo uitkomt, maar dat hij het niet zo bedoelt. Dus raakt het me minder. Mijn toekomst denk ik dat het is een lange weg, denk ik. Eerst mijn niveau 2 diploma, dan hoop ik op een niveau 3 diploma daarna. En dan eventueel doorgroeien in de keuken, klein beginnen en dan uiteindelijk naar het grote, naar de chef uiteindelijk. Dat is het doel. Daar zie ik mezelf staan.